Ook vandaag is het op veel plaatsen bewolkt. Op het infraroodsatellietbeeld helaas niet goed te zien. Want de temperatuur van de wolkentoppen die is ongeveer gelijk met dat van het landoppervlak. waardoor de satelliet s'nachts de lage bewolking bij ons niet kan oppakken. Maar die bewolking is er wel degelijk. En daaruit valt soms wat lichte regen of motregen. En in de ochtend ligt het kwik daarbij rond 8 of 9 graden. Aan zee waait een stevige zuidwestenwind. en die ook in de middag krachtig is. Windkracht 6. De temperatuur loopt nog een graadje verder op. en op veel plaatsen komen de dubbele cijfers terecht. Maximaal van 10 graden. Daarbij nog altijd. Lichte regen of motregen, en dat houdt ook vanavond en vannacht aan. De temperatuur daalt niet of nauwelijks, de minima komen op 8 of 9 graden te liggen komende nacht. Morgen gaat ook de wind geleidelijk aantrekken. Aan zee komt dan later op de dag een krachtige tot soms even harde wind te staan, windkracht 6 of 7. In het binnenland is de wind meest matig, windkracht 4. En daarbij temperaturen van een graad of 9, en opnieuw krijgen we de zon niet of nauwelijks te zien. Vanaf dinsdag dan gaat het weer geleidelijk wat veranderen, dan gaan we de zon af en toe zien, er vallen wel een aantal buien en dat is eigenlijk ook woensdag het geval, al is er woensdag wel meer bewolking. Donderdag wordt het nog een stukje kouder en misschien dat in de vroege ochtend in het binnenland een vlokje natte sneeuw kan vallen. Daarbij gaat de temperatuur geleidelijk steeds verder naar beneden en komen we uit op een graad of 5.